Ja, daar zijn we weer in actie voor Missie Christmas. Weer een korte update van het hele grote actie die is opgezet door Stichting Voor Elkaar aan de Slag. We gaan vandaag weer eventjes praten met Angelique. Hoe staat het er nou voor? Wat is er allemaal ingezameld? En ook heb ik vandaag weer iets heel moois te melden aan Angelique. Want ik kom nooit met lege handen. Ik heb het niet bij, maar ik heb wel iets heel moois voor elkaar kunnen krijgen. En dat ga ik jullie dadelijk vertellen. Kijk mee en doe ook mee. Dus zit je thuis te kijken, doe mee. Kom naar de truck toe en geef. Geef eten, drinken, geld, kleding, maakt niet uit. Alles voor het goede doel. Blijven kijken. Hey Jordi, hey, je hebt net gezongen. Ja, dus een hele set heb ik weggegeven. Oké, okay, hoe lang zing je al dan? Ja, sinds mijn 8e zo ongeveer. Iets jonger. Oké, okay, leuk. Hey, en ja, voor Missie Christmas. Klopt, ja, voor het goede. Collegaatje gaat zo zingen, Sylvia. Klopt, heb ik heel veel over gehoord al, ja. Hey, en je zei toen straks iets, als ik niet op beeld kom, dan ga ik naar de concurrent. Wat was dat nou? Ja, dat is een... heb ik een paar dagen geleden heb ik dat gezegd tegen een vriend van mij. Er kwam op een gegeven moment kwam een concurrent kwam langs en... nou ja, ze hadden echt overal oog voor, behalve voor de artiesten die optraden. Dat is toch een beetje jammer. Maar ja, kijk, natuurlijk, die artiesten staan er gewoon ook voor het goede doel. En ik vind dat ook gewoon heel belangrijk. Nou ja, maar als een artiest voor het goede doel staat, dan mogen ze ook wel een klein beetje marketing terugkrijgen. Angelique de Rauw van Fiets Voor Elkaar aan de Slag. Wij hebben iets heel leuks opgehaald. We hebben oliebollen. Hey, lekker! Voor alle kerstpakketten die er aan. Het zijn in totaal 300 pakketten, hè? 300 gezinnen. Het zijn 300 gezinnen waar we uit gaan delen, ja. Nou, ik heb 300 keer 6 oliebollen. Reken maar uit. Weer. Kan jij rekenen? Nee, reken er maar niet op dan, hè? Dat zijn ongeveer 1800 oliebollen. Oh, welke koekenbakken doet dat? Door Tini Paashuis uit Vught, gesponsord voor de gezinnen. Oh, helemaal top. Ik wou dat alle bedrijven zo netjes aandelen sluiten. Want we hebben al in ieder geval al 300 aanmeldingen. En we kunnen nog steeds cadeautjes gebruiken. Dus mensen, meld je massaal aan. Kom cadeautjes brengen. Het is niet voor onszelf. Het is echt voor mensen die het nodig hebben. Dus kom op met die donatie. Ja, want hoe zit het met die pakketten? Zijn die al een beetje gevuld? Of is dat beetje bij beetje elke keer? Vandaag is het een beetje bij beetje binnengekomen. Maar voor al die kleine beetjes kunnen we elke keer toch wel weer pakketten maken. Ik denk dat we vandaag op ongeveer 168 pakketten uitkomen. En we moeten nog naar de 300 toe. En we willen die pakketten die we nu vullen, willen we eigenlijk als extra's geven. Hoe waren de afgelopen dagen? Gisteren hebben we bijna 2000 euro opgehaald bij het Rodenborg College. De dag ervoor hadden we volgens mij bij de Haren Donkrijd bijna 500 euro opgehaald. En we hebben heel veel boodschappen en heel veel cadeautjes opgehaald. En werken de tv-acties ook een beetje mee, dat de mensen toch komen? Ik, chapeau voor jullie allemaal, voor al die mediastations en dagbladen die er allemaal heel veel aandacht aan besteden. Want door jullie wordt die actie alleen maar groter en bereiken we ook veel meer mensen. De komende week, we gaan natuurlijk op TV73 volgen met de dagelijkse updates. Waar staat de truck allemaal komende week? Morgen staan we op de Graafsewijk Noord, dat is tegenover de Esso, schuin tegenover het oude Brabantbank. Dat was dus gisteren? Nee, dat is morgen. Maar we zijn er later uit. Oh, nou, dat was dus gisteren, sorry. Gisteren waren we bij de Brabantbad. Ja? De dag daarna waren we, 16e hebben we een dag vrij. En dan de 17e staan we op het Rivierenplein. Vandaag staat hij op het Rivierenplein? Vandaag staat hij op het Rivierenplein. En morgen? Je maakt me helemaal in de war. Maar nou, dinsdag staat hij? Dinsdag staan we op het Rivierenplein. Stonden we op het Rivierenplein. En woensdag? Woensdag zijn we een dag vrij, net zoals afgelopen maandag. En donderdag? En donderdag stonden we waar we gisteren niet stonden. Je maakt het wel heel moeilijk hoor. Weet je wat we doen? We zetten het gewoon eventjes onder in beeld, netjes neer, waar de truck de komende dagen is. En kom naartoe, waar is nou vooral behoefte aan? Geld? Als jullie het niet kunnen volgen, volg gewoon nou niet de tekst die hier nou onder komt en heeft u de juiste datums. Nou, zo over jouw neus heen nu. Doe maar, ik heb een rode neus, dat is niet van het drinken. Nee, maar even serieus, hè. Mensen weten van gekkigheid niet wat ze moeten geven. Ik hoorde wel eens, ja, waar is nou behoefte aan? Aan kleren, aan geld? Of waar ligt die behoefte? Stel, als je niks hebt, dan heb je behoefte aan eten, drinken en de spullen om je eigen te wassen. Maar wat heb je al genoeg? En wat... We hebben heel veel koek en snoep gehad. Heel veel oliebollen hoorde ik net. En ja, ik denk dat we vooral blij kunnen zijn met thee, suiker, pasta's, dat soort dingen. En ook moet ik denken aan de wat duurdere boodschappen ook? Aan de iets duurdere boodschappen, maar ook boodschappen waar ze iets langer mee kunnen doen. Zo koffie, dat soort dingen? Ja, dat soort dingen, ja. Oké, okay, dus ik roep bij deze op. Gaat u boodschappen?
boodschappen doen. Koop wat extra's en kom dat inleveren bij de truck op een van die data's die Angelique niet meer even uit de hoofd weet. Maar dat snap ik wel, want het is natuurlijk één groot gekkenhuis. Nou, jullie maken me gewoon in de war met gisteren, eergisteren, vandaag, morgen, wanneer niet. Ik wens je nog heel veel succes met de actie en we gaan het allemaal volgen. En de oliebollen, wij gaan het ook filmen dat ze gemaakt worden, want het zijn er 1800 stuks. Dus dat is een heel karwei. En dan gaat hij in jullie busje, denk ik, naar alle gezinnen toe. Ja, nou heel erg bedankt. Dankjewel meneer Paashuis. Fijne kerstdagen en gelukkige nieuwjaar. Oh, wat een gezelligheid. Is dat toch leuk te dansen? Ja, gezellig. Hey, luister eens, complimentjes. Dankjewel. Want je bent vanuit de Columbusstraat verhuisd met de kerstmarkt hier naar een zandvlakte. Ja, dat klopt. Ik ben in contact gekomen met Angelique en vanuit de Columbusstraat zijn we hier naartoe gegaan. Ja, dat ziet wel, het is kei gezellig. Het is hartstikke gezellig. Het is niet zo heel erg druk, vind ik. Nee, het is heel traag. Het loopt wel elke keer zoetjes aan zo door. Maar het is ook best een groot terrein, hè? Ja, het is groot. Dus maar het is kei gezellig. En dat is het voornaamste. Ja, en hoe kom je nou aan de mensen die hier bereid zijn om een kraam te huren? Hoe werkt dat? Nou, hoofdzakelijk via Facebook. Dan gooi je alles erop en dan wordt het rondgebracht. En ja, via school. Ik heb een hele hoop kennissen van school. Ik heb Maxi Paxi dierenopvang. Die komt sowieso. Bahoka, daar zijn we mee bezig. Dus die komt sowieso. Ja, en dan gaat het gewoon in een vijftal gaat het rond. En dan, ja, dan zijn we zo. Ja, je hebt zo kramen zat als moet. Het is allemaal nieuw en oud door elkaar, hè? Nieuw en oud door elkaar heen. En het is voor het goede doel. Dus de helft gaat weer daar naartoe. Dus echt waar? De helft van de opbrengst gaat aan het. Oh? Ze hebben afgesproken. Van alle kramen? Nee, niet van alle kramen. Dat is de ene die wel meedoet en die niet meer doet. Wij hebben dus de chocomel en de gluwijn. En onze kramen die gaan dus de helft gaan naar de Missie voor Christmas. Ja, weet je, het is, iedereen moet doen wat hij kan, hè? Dat we het niet verplichten. Want ik vind bijvoorbeeld met die Aldu 6 dat ze dan mensen verplichten om voor €2500 mee te fietsen die berg op. Dan is dat al meteen zo'n verplichting. Ja, dat moet niet kunnen. Ik bedoel, van iedereen heeft armoede. Er is overal armoede. En ja, ik bedoel, van ik sta hier ook niet voor mijn plezier. Ik bedoel, ik vind het ook leuk om mijn centje. Ik zag jou behoorlijk dansen net. Ik vind het keigezellig. Blijft toch leuk, of niet? Of niet? Ja, is keigezellig. Is echt keigezellig. Maar je had net een toverwoord. Had ik net een toverwoord? Glühwein. Ja, lust een glaasje. Of niet? Ja, dat bedoel ik. We gaan er eentje vatten. Sharona! Sharona! Twee glühwein! Twee glühwein! Fijne kerstfeest! En een gelukkig nieuwjaar! De gele opbrengst van jouw kraam die gaat naar Maxi Paxi. Ja. Wat is dat? Het is een dierenopvang voor kleine knaagdieren. Konijntjes, cavia's, ratten, hamsters, muizen, vogeltjes. Alles wat je maar wilt, behalve honden en katten. Oh? Ja. Maxi Paxi? Ja. En waarom? Ja, dat is een hele goeie. Knaagdieren willen gewoon graag een keer op vakantie. Ook. Ja, ook. En je merkt gewoon heel erg dat het crisis is. Niet alleen voor de mensen, maar ook voor de beestjes. Nou, dat vind ik heel goed dat je dat zegt. Ja. Want sommige gesprekken die zijn gezellig en dan maken we af en toe een grapje. Ja. Maar ik denk ook dat we tijdens deze donkere dagen, vooral koude dagen, absoluut moeten stilstaan bij de dieren rondom ons. Ja, juist, ja, ja. En dan krijg ik wel eens commentaar van, ja, maar mensen hebben het ook slecht momenteel. Dan zeg ik, ja, dat klopt. Maar juist daarom komen er ook extra veel dieren op straat te staan. Ja, maar het is toch niet ook slecht? Het is toch en-en? Het is en-en, juist. Ja, 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 dat klopt. En ik heb zoiets van, ik kan de mensen niet helpen. Daar ben ik heel eerlijk in. Maar als ik wat voor die beesten kan doen, dan doe ik dat. En ik doe het al 16 jaar. Dus is dat je eigen stichting? Ik heb geen stichting. Ik ben echt particulier. Helemaal uit eigen zak alles. En dan doen we dit soort dingen om wat extra geld op te halen voor de beestjes. Dus, kan ik bij jou thuis nog op visite komen dan? Ja, zeker. Of stikt het van de ratten en de muizen? Heb je ooit nog een keer bij mij een cavia's gehaald, Nol? Nooit. Jawel. Echt waar? Ja, zeker. Heel lang geleden. Oh, dat voor mijn dochters, denk ik? Ja, jeez. Ja. Oh? Ja. Dat vergeet ik niet, hè? Oh ja, het kan. Ja, het kan. Het kan. Ja, 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 nee. Ja, dat zijn ook van die dierenliefhebsters. Dus, Nou, we hebben onze schuur ingericht. Dus binnen is het gewoon een woonhuis. Hoe heb je thuis ingericht dan? Gewoon, normaal, bij ons thuis. Waar zitten de dieren dan? In de schuur. We hebben een schuurtje helemaal ingericht als opvang. En mooie hokjes overal, stalletjes en konijntjes, cavia's. Daar leeft zoveel mogelijk in de schuur bij ons.
Alleen ja, we hebben nu natuurlijk wel dat als de mensen dieren brengen die van binnen komen, ja, die kun je nu niet naar de koude schuur zetten. Dus die wonen dan even bij ons binnen tot het voorjaar en dan hopen we ze eigenlijk al een nieuw baasje te hebben. Dus jij doet ook opvang? Opvang en asiel, ja. Ja, dus zowel vakantie als blijvend. Heb je geen last van muizen? Ja, we hebben wel wat muizen. Maar de, ja, als je een volière in huis of in de tuin hebt, dan heb je ook muizen. Die komen gewoon op het voer af en ja, daar doen we ook gewoon regelmatig gewoon voeren. Of tenminste in ieder geval gif neerzetten, laat ik het zo zetten. Want ja, echt een muizenplaag moeten we natuurlijk niet hebben. Want dan gaan de buren ook klagen. Maar nee, gaat op zich wel goed. Ja. En alles wat je hier verkoopt, ik zie hier nieuw en tweedehands staan. Dat gaat allemaal. Maar heb je nog andere vormen van inkomsten? Nee. Je moet het echt hebben van mensen die iets schenken. Ja, ja. Ik heb een eigen website. Daar staan alle dieren op eigenlijk. En daar staat ook een Giro-nummer op. En daar kunnen mensen eventueel iets op doneren. Laat me gokken, maxipaxi.nl. Nee, maxipaxi.com. Oh. Ja. Oké, nou ook goed. Maxipaxi.com. .com, ja. En dan, nou, weet je wat we doen? Want je hebt hier mooie gezellige handdoeken en zo hangen. Baddoeken. Ja. Maar we komen nog een keer terug. We komen een keer langs. Ik kom een keer bij jou kijken naar het goede werk wat je doet. Want ja. Ik ben absoluut... dat is mijn persoonlijke mening. Dat iemand die iets voor dieren doet heel veel van mensen houdt. Ja, zeker. Ja, als je niet van mensen houdt, hou je ook niet van dieren. En andersom precies hetzelfde. Nou, wij maken met elkaar afspraak. Ik kom jouw mooie werk, jouw nobele werk een keer bekijken. En dan hopen we dat daar nog hele, al zijn het maar micro-donaties, dat maakt niet uit. Al is het maar een gulden of een euro wat mensen kunnen missen, al is het 50 cent. Ik krijg net een meisje hier, die komt hier naar me toe. Ik denk het meisje een jaar of 10 is. Die komt naar me toe, die geeft me 5 euro. Ik zeg, wat wil je ervoor hebben? Nee, niks, dat is voor de beestjes. Nou... Ja, mooi. Hartverwarmend. Ja, zo vind ik het ook. Dus mensen... Het maakt niet uit wat mensen willen schenken of willen doneren. Alles is welkom. Ja, mensen zijn er voor mensen, maar mensen moeten er ook zijn voor de dieren. Ja, zo is het. Ja, zeker weten. Tot snel. Ja, dankjewel. Fijne feestdagen. Jullie ook. En tot ziens. Leuk. Behoka... Die zorgt voor de straatkinderen in Kenia. Ja, klopt. Belief, Hope and Care. Onze dochter die zit daar. En die heeft een kinderthuis. En op het moment heeft ze 8 straatjongetjes. En het is de bedoeling dat ze die een goede toekomst geeft. Ze heeft ze echt zo gewoon van de straat afgeplukt. Wat doet je? Je dochter is daar... Ze is naar kinderthuis begonnen in mei. Gewoon zomaar out of the blue, nooit eerder in Kenia geweest? Jawel, jawel, jawel. Ze heeft stage gelopen in Zuid-Afrika. En vrijwilligerswerk gedaan in Kenia. Wat deed dat met jou, dat ze wegging? Heel erg. Ja. En nog? Nog steeds, ja. Maar ja, het is, ze wil het zo heel erg graag. En het zit erin? Nou, het zit er echt in, ja. Ze heeft van heel kleins af aan al gezegd van ik wil met zwarte kindjes werken. Dus, ja. Maar wel een heel nobel streven wat ze doet. Ja, zeker. Heel zwaar ook. Want het zit heel vaak tegen. Ik ben er in september zelf geweest. En nou, ik had na een week al zoiets van ik pak mijn biezen en ik ga naar huis en ik neem hem mee. Want het was echt heel zwaar voor me. Ja, je moet in goede schoenen staan om het daar vol te houden. Echt ook. Zo graag willen dat je dat echt vol kan houden. Ik vind het zo knap van haar. Ja, het is een roeping, ik kan niet anders zeggen. Ja, klopt. Ja, ze is 30 nou en ja, bouwt hier nou niks meer op. En ja, als ze over een jaar of 2, 3 terugkomt in Nederland, ja, stel dat ze terugkomt, dat het niet lukt, ja, wat heeft ze dan? Maar ja, ze wil het zo graag, dus probeer het. Lukt het ideaal, lukt het niet, nou dan heb je het in elk geval geprobeerd. Maar nou ja, je bent wel mee aan het helpen met de stichting. Ja. Wat was de afkorting ook alweer? Believe, Hope and Care, BIHOCA. En dat is haar stichting? Haar stichting, ja. Ze heeft hem opgericht in juli vorig jaar. Heel veel dingen gedaan ook om, om geld bij elkaar te krijgen. Startkapitaal en donateurs. En er is ook de mogelijkheid om adoptieouder te worden voor 25 euro in de maand. Ja, en we proberen zoveel mogelijk geld binnen te halen dat zij dat thuis draaiende kan houden. Ja. Hartstikke mooi, goede actie. Andere kant van de medaille is wel zo dat tijdens de kerst jouw lieve meid in Kenia zit. Ja, inderdaad, heel zwaar. Maar... En ook met Sinterklaas was het ook al moeilijk. Maar ja. Nou ja, we bieden je nu de mogelijkheid om iets tegen haar te zeggen, want internet is er altijd nog. Ja, dat klopt. En misschien dat je nog even een boodschap wil doen aan jouw meisje. Ja, nou Melisje, ontzettend veel succes thuis. Ook wens je hele fijne feestdagen, ook al is het 40. Graden daar zo. Nou, zit ze met de kerstboom in de hitte. We maken wat van. Het gaat je lukken, echt eerlijk waar. Wij doen ons best hier, jij doet je best daar.